Ik sta hier in de citadel van Luik. Een verdedigingswerk dat inmiddels alles bij elkaar zo'n 750 jaar oud is. Want al in 1250 werden hier voor het eerst verdedigingswerken gebouwd. De citadel ligt op 111 meter hoger dan de Maas die door de stad Luik heen stroomt. En dat op een afstand van iets meer dan 1 kilometer. Dus ontzettend steil. Maar vanaf hier heb je dus ook op sommige plekken een prachtig uitzicht over de stad. Ja, ruim 750 jaar citadel dus. Typisch is dat de citadel hier eigenlijk niet al die jaren is geweest. Want er zijn namelijk ook een aantal momenten geweest dat de citadel weer is afgebroken. Bijvoorbeeld omdat nadat de Fransen een keer hier de boel hadden veroverd, die dachten we willen er niet nog een keer last van hebben, wij breken de boel af. Ieder op het moment dat er een vredesverdrag werd gesloten, waarbij de strijdende partijen, de tegenstanders dachten ja, die citadel daar willen wij vanaf. Dus we nemen het op in het vredesakkoord dat die citadel gesloopt moest worden. En zo is de citadel tenminste 3 keer geheel of gedeeltelijk gesloopt en iedere keer ook weer binnen een paar jaar opnieuw opgebouwd. Het aantal keren dat de citadel is opgebouwd, aangepast, versterkt, dat loopt echt in de tientallen. En deze plek heeft dan nog heel veel strijd gezien, maar ook sommige strijd juist niet. Bijvoorbeeld tijdens de 80-jarige oorlog, waarbij wat nu Nederland en België is, werd ingenomen door de Spanjaarden. Luik, de provincie Luik niet, want Luik was namelijk in die tijd een prinsvorstendom. En Luik bleef neutraal in die situatie. Dus Luik is nooit ingenomen door de Spanjaarden. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft deze citadel niet dus de echte strijd gezien. En eigenlijk was dat maar goed ook. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog besloot men namelijk in België om de citadel niet langer als de belangrijkste verdedigingslinie van Luik te gebruiken, maar een veertiental forten rondom Luik te bouwen. Die waren net op tijd klaar voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ja, en Luik was de eerste plaats waar de Duitsers, de eerste grote plaats waar de Duitsers doorheen moesten. Dus het was hier echt aan het allereerste begin van de Eerste Wereldoorlog dat rondom Luik gestreden werd. Die tactiek om te veranderen naar die 14 forten rondom Luik was dusdanig succesvol dat tegen iedere verwachting in, want iedereen had verwacht dat de Duitsers zo dwars door Luik heen zouden marcheren, dat hebben de Belgen de Duitsers hier 14 dagen lang vast kunnen houden. En dankzij die 14 dagen, de vertraging die de Duitsers hier hebben opgelopen, kon men elders in België en ook in Frankrijk goed mobiliseren, kon men verdedigingslinies opwerpen. En daardoor zijn de Duitsers eigenlijk nooit heel veel verder gekomen dan de beruchte lijn waar de hele Eerste Wereldoorlog gestreden is, waar iedereen in de loopgraven zat. En dat hebben we eigenlijk allemaal te danken aan de verdedigingswerken rondom Luik. Waren die er niet op tijd geweest, dan zou de situatie heel anders zijn geweest. Dan hadden de Duitsers eigenlijk half Europa zo kunnen veroveren omdat niemand er klaar voor was. En de 2 weken die hier gewonnen zijn doordat de Belgen als leeuwen vochten, hebben dus een enorme impact gehad op het verloop van de Eerste Wereldoorlog en daarmee onze aller geschiedenis. Want op het moment dat Duitsland zomaar door had kunnen marcheren en half Europa in had kunnen nemen, dat kan iedereen wel raden. Onze geschiedenis had er dan heel anders uitgezien uiteindelijk. En de kans is ook heel groot dat het dan onvermijdelijk was geweest dat Nederland op een moment ook in de Eerste Wereldoorlog betrokken is geraakt. Wat dus nu uiteindelijk niet het geval is. Daarmee is mede dankzij Luik is de Eerste Wereldoorlog, in Nederland is die niet eens zo heel erg bekend. Terwijl die juist bijvoorbeeld in België, Frankrijk en Engeland wordt die nog altijd de grote oorlog genoemd. Dus dat geeft het verschil aan. Dus de citadel van Luik, essentieel punt met veel historie, prachtige uitzichten. Maar ook op een aantal wezenlijke momenten in de historie juist geen plek van strijd. En dat de citadel van Luik heel vaak is aangepast, is hier op de plek waar ik nu sta heel mooi te zien. Ik sta hier voor een muur met allemaal schietgaten in de muur. Waardoor in het verleden dus de musketten naar beneden konden worden gericht en daarmee op aanstormende veroveraars geschoten kon worden. Maar de oorlogsvoering veranderde in de loop van de tijd natuurlijk nogal. En op een gegeven moment voldeden de geweren niet meer, want kwamen de kanonnen. Ja, en dan heb je aan dit soort schietgaten heb je eigenlijk vrij weinig. Wat je dan wil, is juist een veel stevige bescherming die een kanonsinslag kan weerstaan. En daarom kun je ook daar in de hoek kun je zien dat inmiddels achter deze muur gewoon aarde ligt.
dit dus in verleden een muur was waar achter de schutters stonden om de bestormers te beschieten, heeft men later dit als keermuur gebruikt. En is er een enorme laag aarde achter gestort, zodat eventuele kanonskogels die afgeschoten werden, hier opgevangen werden en de nog belangrijkere verdedigingswerken die verder naar binnen lagen, niet geraakt zouden worden. Dus ja, een heel mooi stukje historie. En je kunt hier gewoon ook de historie, als je goed kijkt, dus, en de verschillende fases dus ook echt nog terugzien. Hoewel er helaas in de loop der jaren natuurlijk ook heel veel veranderd is. Bijvoorbeeld op het middenterrein van de Citadel staat tegenwoordig een ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal historisch voor de periode dat de Citadel actief is geweest. Maar er is nog meer dan genoeg te zien hier. Hi, dank voor het kijken naar mijn YouTube filmpje. Vond je het de moeite waard? Klik dan op vind ik leuk of geef commentaar of nog beter, deel het met je vrienden. Wil je mijn filmpjes blijven volgen? Klik dan daar op het grote hoofd om je te abonneren of kies een van deze twee filmpjes om verder te kijken.